albums of his. Dit is dan duidelijk een teken dat Social Army wordt erkend als een toporganisatie. Wat president denkt, dat is ook wel agressie. Snap je? Dus het feit dat de president hier is, en van harte goedenavond. We zijn de live uit vanuit Kasaba Olo. En de president van de Republiek Suriname, de heer Chandrika Persat Santokki, is op bezoek bij Social Army. En hij gaat zijn toespraak doen. Even de voorzitter gaat dan wat zeggen. Laat eens horen, ik kon hem even zien. De president die onze vergadering bijgewoond. Er zijn een aantal toezeggingen gedaan en voor de organisatie Social Army zijn het positieve gesprekken geweest, goede afspraken gemaakt. Jullie zullen sowieso geïnformeerd worden, maar vanuit de kant van de president gaat hij jullie alvast een paar dingen aangeven wat er binnen zijn besproken. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond iedereen. Voorzitter en bestuur van Social Army, ik wilde bijna zeggen soldaten, maar dat is er nog niet. Er zijn zoveel jongeren daar zo. Maar ik hoor net gezegd worden, namelijk dat de president hier is, voor die erkenning van de organisatie. Ja, dat is zeker een feit. We hebben al eerder de organisatie ondersteund, ook met hulp bij de bouw van hun eigen gebouw, maar ook andere vormen van ondersteuning die we geven, omdat we vinden dat deze organisatie bijzonder belangrijk is voor onze samenleving, voor onze jongeren. Met name in deze tijd van crisis, waar soms door de maatregelen die we moeten treffen, de voorzieningen die we moeten treffen, die soms heel hard overkomen, men soms in de war raakt, een beetje hulpeloos wordt, een beetje onzeker wordt. En daar is de jongerenorganisatie om te zorgen dat die onzekerheden opgevangen worden, gekanaliseerd worden, intern in de organisatie, naar de regering toe, en dat we de problemen van de jongeren oplossen. En ze hebben een paar issues, grondproblemen, dat wordt al aangepakt. Ze hebben issues gepresenteerd met betrekking ook tot zaken die te maken met hun eigen organisatie. Zaken die te maken met bouw van woningen. Zaken die te maken hebben ook met zelfbouw, waar ze een stukje ondersteuning nodig hebben. Maar ook dingen die te maken hebben met de toekomst. En dat we als regering voorstander zijn dat jongeren zich goed organiseren. Ondersteunend werken naar de jongeren. Ideeën aandragen in verband met werkgelegenheid. Public-private samenwerking. Maar ook zorg dragen dat er ondersteuning is vanuit de regering voor een jongerenbeleid. En ik heb nodig, een van de uitkomsten van ons vooroverleg om te geraken tot een gestructureerde nationale dialoog is één, dat we een instituut van de jongeren gaan hebben op het kabinet van de president. En ik heb hun gevraagd om hun kandidaten voor te dragen, zodat zij het werk vanuit het kabinetsniveau ook kunnen doen voor de jongeren naar de samenleving. Dat geldt ook voor een landelijk coördinator voor vrouwenaangelegenheden. Ook daarvan is er melding gemaakt dat er nodig is dat van het kabinet van de president meer aandacht gegeven wordt aan vraagstukken van vrouwen. En natuurlijk ook voor de groepen die zich een beetje gemarginaliseerd voelen. Ik wil het woordje ghetto niet gebruiken, maar sociaal arme buurt, er is er behoefte dat iemand daar is om ook hun zaken goed te bekijken. Vanaf vanmorgen ben ik bezig om de verschillende kerken te bezoeken van de sociaal arme buurten, van de Haitiaanse gemeenschap. En daar zie je namelijk dat mensen inderdaad problemen hebben, maar er is hoop. Men zoekt het gebed op, men zoekt de kerk op. En dat is bijzonder belangrijk, dat men hoop niet verliest en dat men doorgaat. En wij als regering ook alles moeten doen om hun problemen op te lossen. En daarmee zijn we dag en nacht bezig. De jongeren zijn niet de toekomst van morgen. De jongeren zijn de toekomst van vandaag. Wij moeten hun klaarstomen. Wij moeten alles doen dat ze zich klaarmaken om regeerverantwoordelijkheid over te nemen. Dat ze klaargestoomd worden om president te worden, vicepresident te worden, ministers te worden, DNA-leden te worden.
Maar daarvoor moet je hen ook de ruimte geven in die besluitvorming. Want als we, en vooral als president merk ik dat, in verschillende settings, of het nou regering is, of welk ander forum dan ook, daar waar we besluiten moeten nemen, zie ik bijna geen jongeren. Maar we nemen wel besluiten voor de toekomst. We nemen wel besluiten die direct te maken hebben met de jongeren en ze zijn er niet. Ze moeten erbij zijn. Het gaat om hun vraagstukken die heel belangrijk zijn, met name op het gebied van klimaatverandering. Als we niks doen en denken, ja, het is een hoax, het is een nonsens verhaal, dan gaat het inderdaad gebeuren dat binnen enkele jaren Suriname onder water gaat liggen. Omdat we een lage kustlijn hebben en geconfronteerd worden met die opstijgende zeespiegel. En geconfronteerd worden met zware regens, met overstromingen in het binnenland. Dat moet aangepakt worden. En je moet die jongeren nu betrekken bij het vraagstuk van climate change en milieubeleid. Want wij gaan er niet zijn. De jongeren moeten zich daarmee bezighouden, maar die moeten ze nu betrekken. Om strategische beslissingen voor ons land te kunnen. En dat heeft ook te maken met al die andere vraagstukken die we hebben als land. En die we gezamenlijk moeten gaan aanpakken. En Social Army heeft net gezegd, ze zijn beschikbaar om die ondersteuning te geven. En voor hoe kan het anders? Ik heb naast mijn presidentschap ook een andere functie. En dat is opperbevelhebber. Dus de Social Army heeft nu ook een opperbevelhebber. En die kan terecht bij de opperbevelhebber om de vraagstukken van de Social Army ook te bespreken. Ik ga u allemaal bedanken. Geweldig, Social Army, dat jullie dit organiseren voor de jongeren. Een dag van vertier. Een dag om te bezinnen. Een dag om ideeën uit te werken. Een dag ook om met de president te praten. Maar ook een dag waarbij we de basis leggen van een structurele samenwerking waarbij de Social Army met name meer en meer verantwoordelijkheid gaat krijgen van ons als regering om dat jongeren werk te doen en dat wij alles als regering zullen doen om hen te ondersteunen. En binnenkort hebben ze een eigen coördinator daar op het kabinet van de president zodat het werk beter gecoördineerd kan worden naar de jongeren toe. Blijf je zo doorgaan. We leven in een prachtig land. Een land, één van de drie landen in de wereld, carbon negatief. Met geweldige biodiversiteit. Met geweldige natuur. Met een diverse samenleving. Die beroemde Jari. In cultuur, in etniciteit, in geloof. Die culinair die we hebben. Een soetjang, die het lekker eten wat we hebben. Een lobby zou we hebben. Alleen moeten we alles doen. Dat die lobby blijft. Dat er geen haat ontstaat, dat die tolerantie blijft en dat er niet een sfeer gecreëerd wordt dat wij als samenleving uit elkaar gerukt gaan worden. Dat moeten we niet doen. We zijn er samen, een samenleving die vredelievend is en we gaan samenwerken aan die nation building waarbij de jongeren een belangrijke bijdrage gaan leveren. Veel succes en God bless you. Thank you. De president van de Republiek Suriname. Ja, dat is de president van de Republiek Suriname. President Santokki, met die even gesproken heeft. De jongeren, met de mensen. Kinderen die daar buiten spelen. Ik ga richting de jongeren. Ze gaan naar even kijken hoe dat alles geschiet. President, mogen we mee met je lopen? DTV, we zijn live. Ja, welkom, welkom. Ja. Wat is met jullie? Geweldig, wat is met jullie? Ja, jullie gaan allemaal ook een president worden. Ja. Toch? Wie goed? Wat wil je worden? Vice-president. Ah, dit is een voetballer. Geweldig. Van welke club ben je? Forwards. Forwards, geweldig, geweldig. Je breekt die. Het is een nationaal elftal, een nationale club. Aan elkaar Barcelona, aan elkaar. Forwards. En samen gaan we? Forwards. Oké. Hoe is het met je jongen? Je hebt het koud. Je hebt het koud, je hebt gezwommen. Hoe is het met je? Mickey Mouse. President, ja? Ik moet je een vraag stellen voor de ouderen uit de buurt. Mooi. Je wil ook is maar één vraag. Eén vraag. Ze vragen wanneer die 1800 komt van de gepensioneerden en de AOV. Oké, van de. Ja, die procedure was romslom, bureaucratisch, ingewikkeld.
kijkt op mij ai en me denkt van de memre te kwaka. Dan mi eschi her mi libi. Mi mek prisiri trouwe voor wat ra ai. Maar nooit mi sasari. Dringi nyanyang matibe lai sote. Soso prisiri ben prisiri. Maar dat na libi lek fami bewanen. Na fami bewan libi. Kuno ben denki ten netibe langate. Ai na so ben gosribi. Moni no de no tiben de funyan. Ete ben talafu. Mine lugwa baka, ma mine sari. Dembende somen moyari. Mbika sami du, noiti trawan bemus bari. Is nami eigi libi. Mine verstang, fusai de trawan demus spang. Is nami libi, lek fami be wan fu libe. Mi nooit de mek trobi, lip mi lek famide. Me lei mi libi, lek fami wani. Mi ne mui, mi srebi na wan trawan. Me lei mi libi, lek fami wani. Lip mi lek famide, before mi conscienci. Sari demende somen moyari bika sami du noi ti trawan bemus pari.